Lindenberg. Voeks. Goed verdedigd door Jansen. Van Eikeren heeft snelheid. Niet gecoacht. En dus opnieuw de Graafschap met Godet. Fiscaal. De vrije man is Voeks. Die heeft een aardige pegel in zijn linker. Maar hij doet het niet. Hij kiest voor Ali Ibrahim. Dat is een mooie beweging. Lucassen. Ali Ibrahim gebruikt ook goed zijn lichaam. Is Maas kwijt. Fiscaal is de vrije man. En die mist toch een aardige kans. Hoewel het schot nog geblokt werd. Corner Godet. Ibrahim springt, lange raak is groter. Voeks van richting verandert, onderkant lat. En dan is het Fiscaal die een dot van de kans mist en de paal raakt. Het schot geblokt door een verdediger tegen de onderkant van de lat. En daar de riante mogelijkheid voor Fiscaal, maar die raakt de paal. Vrij trap Voeks. Die zoekt de grote sterke Lucassen. Sobiek wint. Schultz. Ali Ibrahim. Roda, goed gekiept. Van Eikeren. Graaf, die de bal graag in de loop wil. Godet. Fiscaal. Rechterkant ligt open. Fiscaal kiest voor het midden voor Schultz. Roda. En ook deze kans gaat teloor. En zo krijgt de Graafschap beste mogelijkheden. Hendricks. De Graafschap domineert. Laat aardig veldspel zien in een behoorlijk tempo. Heeft natuurlijk twee goede spitsen. Fiscaal en Ali Ibrahim. Lok. Aansluiting is er van Schultz. Wilnis. Voeks. Ah, is een lekker schot en een mooie goal ook van Robert Voeks. In de lange hoek. En het is volkomen verdiend 1-0. Iedereen denkt dat Voeks zal gaan pasen. Maar hij besluit op dit schot. En dat is doeltreffend. 20e minuut 1-0. Half uur gespeeld. NEC probeert wat terug te komen. Naar die goal van Voeks. En de reeks mogelijkheden voor de Graafschap. Langerak speelt wat korter bij de spitsen. Maar het geeft de Graafschap ruimte. En Ali Ibrahim is lastig en snel. En heeft de 2-0 op zijn schoen. En zo is dat. Het is zijn derde deze competitie. Het is weer een fout bij NEC achterin. Maar hij zit er wel in. Zij zet de temming. Gaat naar Vrenzegger Lamers om advies. Heeft Ibrahim de bal met de hand gespeeld of ging hij in overtreding? Dat laatste was het geval en de goal van Ibrahim telt dus niet. Blijft 1-0. Laten we nog eens kijken naar dat moment. Hier lijkt toch niets aan de hand. Ibrahim is gewoon sneller en sterker dan Maas. En wat mij betreft is dit een 100% goal. Sobiek. Soumyala onder het gras gestopt. Temming vindt het geen overtreding. Godet, weer zo'n lekkere diepe bal op Fiscaal nu. Nou, dan wordt het nu 2-0. Dit feestje kan niet bedorven worden. Het feestje van de Graafschap en van Erik Fiscaal. Twee minuten na de afgekeurde goal van Ali Ibrahim. Weer zo'n paas door het hart van de zwakke Nijmeegse verdediging. Fiscaal omspeelt Roda. En het is dik en dik verdiend 2-0. Krude. Over Schultz. Graaf. Hendricks. Fiscaal pikt die bal op. En showt zijn prachtige techniek. Voeks stuurt Ali Ibrahim weer weg.
Daar komt Godet, 2 tegen 2. Een best schot van Godet, binnenkant paal 3-0. De Graafschap heeft gewoon een paar rasvoetballers in huis. NEC staat natuurlijk verschrikkelijk knullig en weinig resoluut te verdedigen. Het is een heerlijke uithaal van Godet. Overtreding van Ali Ibrahim tegen Sobiek. Beide speelden ooit voor Wattenscheid. Jansen. Soumiala. Lange raak. Soumiala. Redding van Olieslager. En een belangrijke. Zo kort na de rust. Het is plichtmatig allemaal bij NEC. Het is zonder bezieling, zonder tempo ook. Schultz. Ibrahim staat scherp en is weg. Hij raakt de paal. Ali Ibrahim wordt in de vrije ruimte gespeeld. Hij wil zo graag scoren, maar hij raakt de paal. Jansen. Opnieuw Jansen. Sobiek sluit aan. Graaf in de voet. Krudde. Lok. Schieten mag. Lok doet dat ook. Schultz. Lindenberg. Lok kopt weg. Maar niet erg ver. Lucassen. Victoria, Fuchs, Godet. Je zou bijna zeggen, schieten mag. Godet, die schiet dus en het is 4-0. Omdat Krudde zich verstapt. Het is lekker tikken, lekker rondspelen van de bal. En als de tegenstander Krudde dan ook nog een fout maakt. Dan zegt Godet dank u wel en scoort zijn tweede. Ali Ibrahim. Godet. Lindenberg. Fiscaal. En de redding van Roorda. Oh, Ray, kijk eens diepte voor breedte, Ray. Godet, Victoria, ah, die geeft hem maar eens een poeier op de paal. Dat is al de vijfde keer dat de Graafschap het aluminium raakt. Victoria, van afstand, op de paal. En zo raakt de Graafschap verscheidene keren vanavond het aluminium.